Laat maar komen, Karel Smits. Goedemorgen trouwens. Dag Alexandra, een fijne woensdagmorgen. Goedemorgen. Met een top 2000 weet je over Yazoo, geweldige band uit het begin van de jaren 80 vooral, hè? Ja, en hou me tegen, want ik kan er echt uren over praten. Maar kijk, stel, als je Yazoo, als je zou vragen aan een doorsnee 30-jarige, wat is dat? Dan krijg je, ik denk in 85% van de gevallen als antwoord, ja, dat is die drinkyoghurt. Ja. Dat klopt, maar het was ook een fantastische een Brits duo uit het begin van de jaren 80, die eigenlijk ontstaan zijn vanuit een conflict. Ik zal je even uitleggen. Vince Clarke, de man van Yazoo, die speelde bij Depeche Mode. Ja. Die had al zijn eigen koers in gedachten. En dat klopte eigenlijk niet met de koers die Depeche Mode uitging. Dus er is een breuk gekomen. En de aanleiding was, hij had een liedje geschreven, Only You, wat dan later door Yazoo zou worden opgenomen, waarmee hij naar Depeche Mode ging. En hij zei van, jongens, kijk, laat ons dit liedje opnemen. En de mannen zeiden, nee, is niet goed. Niet goed, doen we niet. Dus, alhoewel ik het wel hoor zingen door Depeche Mode. Ja. Maar dus dat was de reden waarom hij uit de band is gestapt. En dan is hij op zoek gegaan naar een zangeres. En zo kwam hij bij Alison Moyet terecht. En dat is op zich wel straf. Want die electro-sound van Depeche Mode en Vince Clarke, dat klinkt redelijk cool en strak en dansbaar. Maar dan de stem van Alison Moyet. Ze heeft een beetje een rauwe stem. Er zit ook heel veel soul en zelfs blues in. Maar als je dat combineert met die kille sound, dan krijg je echt iets heel speciaals. En dus hebben dat liedje opgenomen in demo. En dat is zo'n hit geworden. En dat klonk zo. Heerlijk, hè? En ook de soundtrack van de jaren 80. Het zou later ook opduiken in The Office en in Cold Case. Dus het zit echt in de populaire cultuur. Dus Only You werd opgenomen. En dan schoot de platenfirma wakker, want die zeiden, ho, maar daar zit iets in, jullie moeten een plaat maken. En dat hebben ze dan uiteindelijk gedaan. Heel snel, want de studio's waren volzet. Ze hebben dat echt in de vroege uurtjes, ze stonden op om 4 uur 's nachts. Oh, ja. Ze hebben dat opgenomen en op een aantal dagen tijd, echt, ik denk op 2 weken tijd, hebben ze Upstairs at Eric opgenomen. En dat is echt een cultplaat tot op de dag van vandaag. Want er staan fantastische liedjes op. Niet alleen 3 wereldhits, die Only You, maar ook Situation en Don't Go. Mm-hmm. Maar ook een van mijn favoriete liedjes van Alison Moyet, Winter Kills. Ik weet niet of je dat kent, maar dat was de achterkant van Don't Go. En dan hoor je ook al de stem van Alison Moyet, die later ook een hele mooie solo-carrière zou hebben. De band Yazoo zou in totaal 2 platen opnemen en dan was het op. Mm-hmm. Ze waren leeggebloed, zeg maar. Maar er is wel veel goeds uitgekomen. Vince Clarke richtte een beetje later Erasure op en die ken je van deze hit. Ook een grote hit. En Alison Moyet ging ook haar eigen weg. En ja, ze heeft een paar fantastische solo-hits, waaronder de deze natuurlijk. Ja, iedereen heeft het altijd over Adele, die kan mooi zingen. Kijk, ik vind, misschien is Alison Moyet wel de Adele van de jaren 80. Wat een stem. Een aantal maanden geleden was ze nog in Antwerpen. Het was een fantastisch live optreden. Ja, altijd heel veel lovend lees ik over haar als ze live is geweest bij ons. Hè? Ook een fantastische zangeres natuurlijk. Okay. Wist je trouwens dat Yazoo, dat ze 2 verschillende namen hadden? In Europa was het Yazoo, in Amerika was het Yes. Want Yazoo was eigenlijk de naam van een heel beroemd blueslabel en dat mochten ze niet gebruiken. Dus ze hebben 2 verschillende bandnamen gebezigd. Dat wist ik ook nog niet. Maar voor de fans, goed nieuws, want in oktober volgende maand verschijnt er een mooie vinyluitgave. Echt chic. Ik heb het gisteren even opgezocht. Met ook heel veel remixen van Vince Clarke en Alison Moyet. En duik eens in dat oeuvre, want het is echt geweldige muziek. En vergeet ze niet in de top 2000 te stemmen. Laat ons even nog eens genieten van een van hun grootste hits. Hè. Ja, het nummer dat op 678 stond trouwens vorig jaar in de top 2000 gaan we Don't meteen go. Spelen. Ja. Maar eerst moet jij me nog een opdracht geven voor deze namiddag. Ja, wij hebben alle 2 misschien wel een voorliefde voor electro. Hè, voor die muziek, die synthesizer muziek uit de jaren 80. Laat ons even in die tuin blijven spitten. Yazoo eindigt op een O. Ik geef jou de opdracht. Orchestra Manoeuvres in the Dark, OMD. Oh, en dat is een band die veel langer dan 2 albums heeft. Amai. Staan. Ze zijn nog steeds bezig. Yes. Ik verwacht je straks in de show 2:10 met een mooi huiswerkje. We have a date. Alright. Again. Yes, graag. Zal ik thee en lekkers meebrengen? Ja, voor mijn verkoudheid. Komt van pas.